dan? We staan hier voor het vorstelijk complex met Marion van Zimik. En nu heeft Zimik een nieuw initiatief, zagen wij. Artiest op bestelling. Wat is dat precies? Wie zou jij heel graag willen zien in een intieme setting? Ik weet niet of je dat zo direct voor handen hebt. Maar stel Barbara Streisand. Dat is heel hoog gegrepen. Gaat hem ook niet worden. Via de site, artiest op bestelling van Zimik, www.zimik.nl, kan je aangeven dat je het wil zien, die artiest. Wat je relatie is met de artiest, wat de reden is om die artiest te boeken. Wij gaan daarmee in de slag en wij beloven dan dat we binnen 10 werkdagen laten weten of het gelukt is, ja of nee. Er is een nieuw initiatief van Zimik dat je zo iemand aan mag melden. Die hier graag wil zien. Wie zou u daarvoor... Zwiebertje en Malapietje. Want wat spreekt u daar zo in aan? De gezelligheid van toen en de humor die erin zit. En het acteerwerk van die lui. Dat is ook heel grappig om te zien. Wat is echt uw favoriete artiest? Net King Cole. Ja, Brooke Benton. Ja. Otis Redding. Elvis Presley. Welk artiest zou u graag hier in Zuilen willen zien? Ik heb geen flauw idee. Nee? Ik weet helemaal niet wie er optreedt of wat dan ook. Dus... geen idee. U gaat nooit naar theater? Ja, ik ga wel naar het theater, ik ga naar het concertgebouw. Dat zie ik dus nog niet gebeuren, hè, dat er een groot orkest hier komt zitten spelen, want het is veel te klein voor. Hè. Nou hoorden we ook iemand die zei, ja, ik zou wel heel graag een orkest die iets klassiek speelt hier naartoe willen halen, maar dat past vast niet. Dat past wel, jawel. En dat gaat hier dan om dit theater hier in het Vorstelijk Complex? Dat kan op alle drie locaties. De Bouwstraat heeft zo'n 80 stoelen in Witte Vrouwen. En dat is dan helemaal intieme setting. Ik zou me voor kunnen stellen dat er een schrijver een lezing geeft of zo. En dan is deze zaal gewoon veel te groot. En ik kan me voorstellen als je een wat grotere voorstelling hebt, dat de Stefanus daar juist weer wat meer geschikt voor is. Heb je een idee wie jij misschien zou willen zien hier in Zuilen? Nou, laatst ben ik naar een concert van Crystal Fighters geweest. Dat is een band uit Engeland en die vond ik wel heel erg goed. Ja. Daar ben ik ook wel fan van, dus zodoende. Die zou je misschien aan willen melden voor hier? Ja, waarom niet? Brigitte Kaandorp. En wat spreekt u zo aan in haar show? Haar directheid en de manier waarop ze relativeert. Weet je, de humor vind ik prettig. Najib Amali. Marianne Weber. Marianne Weber, ja. Want dat luistert u thuis graag. Ja. Heeft u ook een favoriet lied van haar? Van Huigla. En waarom is dat uw favoriete lied? Nou, dat hebben bepaalde reden. Die u liever niet wil vertellen? Juist. Okay. Hallo. In het Zimik Theater kunt u een artiest aandragen. Wie zou u uitnodigen? Het goede doel. Als ze dat, ja. Ja, bent u daar fan van geweest? Ja, van geweest nog steeds. Ja, het goede doel, hier in Zimik. Net gaf je al aan, Barbara Streisand is misschien een beetje te hoog gegrepen. Aan wat voor type voorstellingen denken jullie wel? Maar het goede doel, dat is wel haalbaar. Tom Waits ligt iets verder weg, maar we gaan het wel proberen. Ja. En is er met het goede doel dan bijvoorbeeld al contact geweest? Ik weet dat Abby Alfrink inderdaad contact gelegd heeft, althans geprobeerd heeft te leggen. Dus daar moeten we even wachten op het antwoord. Goede doel is redelijk dichtbij natuurlijk, als je Henk kan benaderen.